Een rondborstige dame te Halle was niet op haar mondje gevallen. Zij commandeerde als een baas. Bakte koeken als in een waas met boter, bloem en toverballen. Spritsen, tompoezen, kwark, de hele week. Abracadabra voor een leek. Deed naar de mannen heel maf, bekte de nieuwsgierigen af. Ik zag wel dat je naar mijn cup keek. Ik ben Herman Bussink, ik ben 65 jaar, ik ben van beroep vrachtautochauffeur en dat beroep oefen ik uit bij de firma Mainfreight in Serenberg. Ik rijd nu zo'n 18 jaar op de vrachtauto en dat doe ik met veel plezier. En onderweg, ja, dan kom je aan denken en dan kom je aan denken en dan schieten mij nog wel eens mooie gebeurtenissen te binnen of misschien ook wel minder mooie, over het weer, over dieren, over de familie, over het voetbal, over wat dan ook. Ja, die zinnen die mij daar te binnen schieten, die zijn vaak op rijm. En als ik pauze heb of in mijn rust, dan schrijf ik die regels op rijm en dan ontstaat er wat moois. Weer mogen wij ervaren dat nieuw leven wordt gegund. Een klein kind begint zijn jaren met onze familie als vertrekpunt. Gezond, je moet hem horen. Een stem die klinkt als goud. Op 21 september is geboren ons vierde kleinkind genaamd Nout. Liefdevolle zorg en aandacht krijgt hij vanaf de morgen. En als iedereen naar elkaar lacht, kan een kind voor vrede zorgen. Hoog van de toren blazen is wat sommigen graag doen. En maar door blijven dazen, zonder enig fatsoen. Aanval is de beste verdediging, kreten slaken bij de vleet. Een grote mond is niet mijn ding, telt tot 10, zoals dat heet. Zet je niet zo te kijk, wees klein als je dit leest. Want ook de grootste eik is ooit een eikel geweest. Alle mensen hebben een woning, een bungalow, boerderij of keet. En zeker ook voor de koning, die maar niet vergeet wie ik ben en hoe ik heet. Ik vraag mij steeds meer af, wie heeft wie nou beet? En ik bedenk direct heel maf, als ik zelf maar niet vergeet wie ik ben en hoe ik heet.